Hoi, ik ben Barry Bergman. Ik ben werkzaam bij het waterschap Drentse Overijsselse Delta in Zwolle. En we zijn hier op het symposium van STOA over medicijnresten in afvalwater. En wat heb je vandaag, of wat wil je vandaag gaan presenteren? Ik heb een presentatie, dat gaat over een tweetal projecten waarbij we als waterschap betrokken zijn. En dat gaat over een bronaanpak van medicijnresten. Een paar jaar geleden heeft een collega van mij, Janneke Diels, een project gestart met het Deventer Ziekenhuis. En dat ging over de mogelijkheid om mensen te benaderen met de vraag of ze hun plasgedrag willen veranderen. En dat wil zeggen dus niet meer plassen door de wc, maar in een zogenaamde plaszak. Er is bewust gekozen voor patiënten die een CT-scan ondergingen en röntgencontrastmiddelen toegediend kregen. Want binnen 24 uur is dat middel alweer uit het lichaam via de urine. En dus hoeven we ook maar 24 uur met zo'n plaszak te gebruiken. Dus dat is beperkt, zeg maar. Het ging ons op de vraag van, zijn mensen bereid om ook een bijdrage te leveren? En het was meer nu een middel om te kijken van, is dat ook zo? En je hebt ook nog een ander deel van je presentatie? In het project in Meppel hebben we gekeken samen met de huisartsen en apothekers van, wat kunnen de apothekers en de huisartsen doen? Zijn zij bereid om ook een bijdrage te leveren aan een verbetering van die waterkwaliteit? En in overleg hebben we besloten om samen te kijken van, kunnen we ook met een ander voorschrijfgedrag kijken of dat effectief is, zeg maar. Oké, en wat is daar uitgekomen? Daaruit is voortgekomen dat op heel simpel, door het wijzigen, zeg maar, van het voorschrijfbeleid, alle reductie kan bewerkstelligd worden van zo'n 40%. Dat is aanmerkelijk. En dat is aanmerkelijk inderdaad, absoluut. Zeker. Wat zou jij de mensen hier van dit congres en de mensen die het zien hier op internet graag willen meegeven? Nou, de grap is, ik heb vanochtend hier ook gekeken en ik ben geen techneut, maar het was vooral wel een verhaal voor techneuten vanochtend. En ik snap ook dat we ook aan het einde van die zuivering van die keten ook maatregelen moeten gaan treffen. Maar we moeten de bronaanpak niet uit het oog verliezen. Zeker. Nou, dankjewel.